zijn snuip stond van de beste bot. Hele mooi die snoren snut. Wat vindt er nou weer uit? Het is winter. De bisteboord luidt midden in het ijs. Oeh, wat is het koud boeten. Maar in de boord net, daar brandt de kachel. Ze zitten er alle ger omheen. Professor Snoot, de uitvinder. Ja, ik ben een beetje verkouden. Romke de Mal, die gek op boeken is. Ik had er wel meer als 100. Pieter Patat, de kok. Vetsje Fieter, met haar verklaringskleren. En Titus Trompet. Miauw. Ik ben nij in de beste boot. Ik meidje muziek. Prachtige muziek, al zeg ik het zelfs. Ik blaas op mijn trompet. Miauw. Haal ik je maar. Oh, ik ken mij de Jan piano spelen. Ja. En bij mijn stut slaan ik de maat. Ja. Ik ben een artiest. Titus Trompet is de naam. Maar net elke nie een hart van muziek. De bissen in zijn orenhoes hamer uitsmitten. Maar al zijn muziekinstrumenten. En nou wennet er bij de bissen in de bistenboord. Die vinden al die muziek heel fleurig. In een schut professor Snoort naar boeten. En wat schut er daar? Snijden alle de witte vlokjes. Het snijdt, jongens. Miauw. En het ambitie, professor. De hele bisteboord wordt wit. Wat een feest! Ze draven alle keer naar Boetenta. Vetsje Fieter doest het in de sneeuw en Romke de Mol hapt naar de sneeuwvlakjes. Pieter Patat besiekt een sneeuwbal te maatje en pats! De smieten die in het eer van de professor. En Titus? Titus pakt een oude harmonica en speelt het erop los. Ik weet wat. Ik ga een goed plan. Dat ken ik net als hem als een knappe professor. Miauw. En wat is dat plan dan? Wij maken een sneeuwman. Een sneeuwman? Dat is ik net volle. Zullen wij alle jaren sneeuwpoppen, meidje? Romke maakt het in. En Vetsje maakt het in. En Pieter en de professor. En ik. Miauw. Als ik het goed had, dan binnen dat 5 sneeuwman. Ja, dat zou ik kennen. Dat is hartstikke mooi, man. Miauw. Meidje wil er een sneeuwpoppenfeest van. De orenbisten vinden het een prachtig plan. Ze beginnen dadelijk zijn grutte bal te rollen van de buk en de holle van de sneeuwman. Titus Trompet verdwijnt achter de bjemmen. De orenbisten maaien net zien hoe mooi zijn sneeuwman wordt. Wat is die sneeuwkoot om in pootjes? En serveert. Professor Snoot maakt het de buk van de sneeuwman en dan de holle. Die komt boppen op het lief. Die holle die stiert wat scheef. Dat ken ik vanzelf. Ho. Hij valt er haast af. De professor kan er neert van. Maar hij kan ommers van alles uitvinden. Nou, dan kan er ook wel een sneeuwman uitvinden. Kou helpt er het uitvindingsgwart op. Dat is even zien. 2 armen sneeuw, een stukje ijs. Koud, hè, om in potjes. 4 zwarte steentjes, zo. Een grauwe wattel. Oh ja, en verzelfs het uitvindingspoeien. Nou, deze keer maar net te volle, want dan gaat het wel mis. Hij struit een heel iets bitje over de sneeuw en het orenspul in de amer. Zo. Hij schoddert de amer heen en weer en keert hem dan om. Zo. Als het goed is, dan mag er nou een prachtige sneeuwman komen. Maar wat is dat nou? Wat zou de professor daar zien? Moet maar al wachten.